Het is een van de grootste branden na de Tweede Wereldoorlog in onze regio. Het maakte van Heiplaat een ontoegankelijk rampgebied. En ook nu nog staat veel mensen de brand bij CMI in 1996 in het heugen gegrift. In deze laatste aflevering blikken we terug met betrokkenen op de brand bij CMI. Wat waren de gevolgen voor hulpdiensten? En welke lessen hebben de hulpdiensten geleerd van deze ramp? Ik heb heel veel archiefmateriaal teruggekeken. Ik zie politieagenten onbeschermd lopen, maar ik zie ook brandweermensen onbeschermd op een landerwagen de brand blussen. Is daar veel aan gedaan na CMI? Ja, er is veel aan gedaan. Die brandweermensen op die ladder die stonden boven winds. Maar omdat de wind ook kan draaien, hebben ze toch natuurlijk de beschermende middelen om gedaan. Zeer terecht. Wat er daar is gebeurd is dat bleek dat heel veel mensen in aanraking waren gekomen met de rook, met stof. Die moesten ontsmet worden. Nou, dat is best een grote vraag om zoveel mensen te kunnen ontsmetten. Dat hebben we wel gedaan. Die mensen mochten niet eerder het terrein af voordat ze ontsmet waren. Dat betekende ook dat ze wel direct andere kleren moesten hebben. Die hadden we niet. Dus er zijn mensen van de logistieke eenheid. Die zijn gewoon naar kledingwinkels gegaan, schoenenwinkels gegaan. Die hebben alle gympies opgekocht. Bij bedrijven vakkleding alle ketelpakken. En zo hebben die mensen nieuwe kleding kunnen stoppen. Dat is nu allemaal veel beter geregeld. De decontaminatie zoals wij het noemen, de ontsmetting. Daar hebben we een complete unit voor. We hebben een CBRM-peloton wat hier direct op in kan grijpen. Dus ook daarvan is geleerd van dit kunnen we beter organiseren. Dat is ook gebeurd. Naar aanleiding van die brand is er ook nog wel, maar ik weet niet meer precies wat daarin stond, is er nog wel een rapport gemaakt van de zijde van de Rijksoverheid. Ik dacht door de secretaris-generaal van Justitie, dacht ik, van Zetten heette die geloof ik. Ja, is een lange nasleep geweest. Dat is een lange nasleep geweest. Daar heb ik me niet verder erg mee bezig gehouden natuurlijk. Maar er is een lange nasleep geweest. Ik weet niet precies waarom, maar wilde precies weten. Uiteindelijk bleek het zo te zijn, dus het heeft wel een goede werking gehad, moet ik aannemen. Dat die opslagplaats voor allerlei producten, dat het allemaal door elkaar stond, zal ik maar zeggen. En dat chemische producten, die moet je niet met elkaar mengen. Ik zeg maar, ik ben geen chemicus, maar dat moet je... Die moet je afschermen, nietwaar? Dat als het in brand zou vliegen op de een of andere manier, dat het niet andere dingen aansteekt. Dus dat je, laat ik zeggen, een goede scheiding maakt tussen de chemische stoffen die je daar opslaat. En dat was daar bij CMI niet goed geregeld, om het zacht uit te drukken. We hebben in deze regio de gewoonte dat op een overslag van gevaarlijke stoffen, je moet een keso-kluisje aan de gevel hebben op een overeengekomen plaats. En daar zitten de gegevens in van de stoffen die opgeslagen zijn. Waar ze staan, de hoeveelheid en dergelijke. Hartstikke goed systeem. Toen. Maar als je door de rook, de hitte, het kastje niet kan bereiken, dan heb je niet zoveel aan. Als die muur omvalt, ben je het kastje kwijt. Dat heeft tot in de middag geduurd voordat het kastje wel bereikt is. Dus het heeft wel gewerkt, maar met vertraging. Ik heb toen zelf een aanbeveling gedaan om tot een centraal registratiepunt voor opgeslagen gevaarlijke stoffen te komen. Heeft even geduurd, is er wel van gekomen. Dankzij de CMI-brand. Dat was een trigger om aan te geven van het systeem is leuk, maar het werkt niet altijd. Dit kan beter. Ik heb er wel aan gedacht, ook bij die Moerdijkbrand en zo. Dat ik dacht van ja, daar hebben ze toch geen goede combinatie gehad van het bedrijfsleven en gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dat hadden wij wel. De toenmalige brandweercommandant heeft het toen met mij opgezet. Dus het zal zeker landelijke consequenties hebben gehad. Dat kan niet missen. De informatiepositie van de verschillende instanties, zoals de COPIE te plaatsen, dat is het commando plaats incident, het regionaal operationeel centrum hier en de gemeentelijke veiligheidsstaf, die hadden verschillende informatiepositie door de tijd. Inmiddels zijn we overgegaan op netcentries werken, dat noemen we LCMS. Daarin doet iedereen die betrokken is bij een functie heeft, zet daar zijn informatie in die tegelijkertijd voor iedereen die betrokken is beschikbaar is. Dus je hebt echt à la seconde de laatste informatie. En informatieachterstand hebben is niet meer nodig. En wat had dat kunnen betekenen toen de tijd, als we dat toen al hadden gehad bij de CMI-brand? Het had voor de bestrijding niks uitgemaakt, maar voor de maatregelen in het effectgebied, gebied afzetten of gebied vrijgeven, als de gemeentelijke veiligheidsstaf eerder weet wat de situatie te plaatsen is, is dat beeld eerder duidelijk dat er afgeschaald kan worden. En dat heeft toen wel vrij veel tijd gekost. Er waren gebieden waar mochten mensen niet in en uit. Maar omdat de afslagen van de Rijkswegen niet afgezet konden worden door gebrek aan capaciteit, konden mensen toch dat effectgebied in. De metro's zijn blijven rijden. Ja, dan kan je zeggen van dat is helemaal niet erg geweest, want die metro reed best een flinke afstand ervan af. Ramen, deuren zijn dicht. Is het goed, is het fout? Alleen die informatie kan je nu eerder delen en eerder daar overeenstemming over bereiken. Ook het vrijgeven van gebieden was best een punt, want
terwijl de vrachtwagenchauffeurs op de radio konden horen dat de gebieden vrijgegeven waren, direct worden van de burgemeester, wisten de mensen bij de doorlaatposten nog niet dat dat de situatie was. Dus die hielden mensen tegen, terwijl die op de radio hoorden dat het niet meer nodig was. Heeft u alles goed gedaan? Nou, het meeste wel, geloof ik. Met een beetje geluk, hè. Dat hoort erbij. Heel veel geluk die dag, hè? Ja, het had natuurlijk de kant naar de stad kunnen gaan. En dan had je natuurlijk... Ja, dan krijg je natuurlijk andere problemen, hè. Dan moet je... Laat ik zeggen, dit waren betrekkelijk geïsoleerde gebieden. Zoals met Rijplaat en Pernis en Hoogvliet en zo. Snel te evacueren? Snel te evacueren. Dus als het naar de stadkant had gegaan, had je dus een veel... grote probleem gehad met de mensen rustig te houden en te zeggen, ja jongens, blijf nou maar zitten. Want dat beweegt daar meer, er is een hogere dichtheid van mensen ook. Dus dat is een apart, dat heeft ze gelukkig niet voorgedaan. Anders had ik daar iets voor moeten verzinnen als dat had gekund. Nooit te beroerd om iets te verzinnen natuurlijk. Jullie hebben heel veel geleerd. Er is een rechtszaak geweest. Ook de gemeente Rotterdam is op de vingers getikt vanwege veiligheid, maar ook registratie. Dat we weten wat er in die loodsen ligt. Als dat morgen nou weer zou gebeuren, want het gevaar zit in een klein hoekje. Bij CMI was het een vorkheftruc die tegen een potje aanstoten. Zou het nog kunnen? Hoe lang is Moerdijk geleden? Het is niet uit te sluiten. Alleen ik denk dat we beter voorbereid zijn en dat we de incident snel kunnen bestrijden. Door gripprocedures en dergelijke kunnen we het beter handelen. Uitsluiten gaat niet. De gemeente Rotterdam heeft ook naderhand een tik op de vingers gekregen dat de handhaving beter moest. Ja, dat staat mij niet meer zo goed bij, begrijp je? Er zijn altijd van die naslepen en zo. En voor een deel is het ook geloof ik nog buiten mijn tijd geweest. Ik weet het niet precies, maar ik heb er verder geen last van gehad. Harddrugs in Rotterdam. Wie herinnert zich nog de Keileweg, de Pauluskerk en Perron 0? Beruchte plekken van weleer, maar waar zijn de junkies gebleven? Volgende week in 7 minuten.